kijken. Dat is Dennis van der Steen. Dennis, wil je even deze kant op komen? Dennis van der Steen, van der Steen, Dennis van der Steen. Ja. Dennis van der Steen, van der Steen, Dennis van der Steen. Ja. Goed, Dennis, dit was vandaag jouw laatste thuiswedstrijd die je gecoacht hebt. Maar jouw kennende ben je daar toch een beetje chagrijnig over. Want jij had liever nog een verlenging gehad van dit seizoen. Dat weet ik gewoon zeker. En dat, dat hoef ik je niet eens te vragen, want zo zit jij in elkaar. Dat is er niet van gekomen. Maar goed, als we de afgelopen 4 jaar even de revue laten passeren, ja, dan kunnen we gewoon over het algemeen zeer tevreden zijn met de prestaties. Ten eerste, wat ik ook heel belangrijk vind bij onze club, is dat jij jeugdige spelers de kans gegeven hebt om door te stromen naar het eerste elftal. Dat vind ik een heel belangrijk onderdeel. Als ik dan naar de prestaties kijk van de afgelopen 4 jaar, dan is het heel simpel. Het eerste jaar kampioen voor de derde klas, tweede jaar periodetitel na competitie, derde jaar periodetitel na competitie en het vierde jaar linkerrijtje. Ja. Ja, ik weet hoe het voelt, Dennis. Maar goed, wat ik nog belangrijker haast vind, is naast de prestaties, is dat jij als mens heel goed bij onze club past. Je bent gewoon een halve rooier geworden. Dennis, en ik ga het verder dan niet te lang maken. We hebben afgesproken, als ik dan uitgepraat was en even de evaluatie van de afgelopen 4 jaar heb laten lopen, dat ik jou de microfoon geef, dat jij de kans krijgt om wat tegen de mensen te zeggen. Liedje zingen! Ja, ik heb Martin beloofd dat ik niet te veel zou vertellen, want die hebben ze ook nog over heel verhaal, maar Ik kan kort iets vertellen. Ik ben natuurlijk 4 jaar geleden hier gekomen. En dat is allemaal gekomen eigenlijk door Johan Hendriksen, de schoonvader van Mark van der Hoef. Met Johan Hendriks heb ik zelf heel wat jaren mogen voetballen, of mogen werken, sorry, ik ga weer voetballen, maar mogen werken waar ze. Maar die heeft over Vlijvols een en al lof verteld. En toen ik wist dat hier een trainer vakant was, heb ik zelf het initiatief genomen om contact op te nemen met de club. Ik ben vrij laat in gesprek gekomen en toen ik hier binnen kon lopen was het gelijk raak eigenlijk. Het goede gevoel, de manier hoe ik opgevangen was, hoe ik hier binnenkwam en hoe ik met de mensen in gesprek kwam. Mensen fronsten misschien hun gezicht, zeg maar, in de zin van Dennis naar Vlijvogels toe. Ik heb volmondig ja gezegd, ik heb er nooit spijt van gehad. Vanaf minuut 1 was het echt raak. Contact met de spelers, met de staf, met de supporters. Het was gewoon fantastisch. Ik kan vertellen dat ik deze tijd, dat ik daar op terug ga denken. Ik kom aan mijn neus hangen, maar. Dat doet me wel wat, maar de manier hoe ik hier altijd door iedereen ontarmd werd, met de jeugd, met de spelers. Een bord, dat zal altijd blijven. Nou ja, ik kom hier altijd met een goed gevoel naar de club. Ik ben echt geen enkele training dat ik met zware, met nood in mijn schoenen hier naar binnen kan lopen. Ik had er altijd zin in. We hebben veel goede tijden meegemaakt, ook mindere tijden. Maar we bleven een team. En wat ik mooi vind aan Vlijvogels is dat dit echt een familieclub is. Als ik zie hoe iedereen met elkaar begaan is en iedereen het goede voor elkaar te doen heeft. Ook op trainingen, we proberen het met elkaar op te lossen met de dames. Proberen we het beste te doen.
Ja, ook applaus voor de dames. Maar hoe we het met elkaar gingen doen, we deden het. Er was nooit gezeur. En dat heb ik enorm gewaardeerd, dat we het met elkaar konden doen. En ik heb altijd de volledige steun gevoeld vanuit de vereniging. Het eerste is niet het belangrijkste wat binnen een vereniging is. Het mag wel het vlaggenschip zijn, maar ik heb altijd gevoeld binnen Vleivogels dat de onder 9-2 of de onder 8-2 net zo belangrijk was. Dat iedereen daarin gelijkgesteld werd. En dat heeft mij enorm aangetrokken. En dat zal ik ook altijd meenemen. Ook in mijn verdere carrière als trainer. Ja, natuurlijk, ik zou je altijd willen blijven. En dat klinkt een cliché vanuit mijn gevoel. Maar ik weet gewoon, op een gegeven moment moet je ook verder als trainer. En dan wil je een keer een stap maken. En mijn doel, en dat klinkt misschien heel ver weg, maar ik zou nog ooit ergens in het betaalvoetbal iets willen doen. En dan wil ik daar een stap in maken. En ja, dan moet ik altijd kijken hoe ik dat wil bewandelen. Dan moet ik toch de stap maken om weg te gaan. En het was niet makkelijk om hier de keuze te maken om tegen Vleivogels te zeggen, jongens, ik ga. Ik kan wel vertellen over ons team. We hebben echt een fantastisch elftal. Onze spelers van het eerste, en met heel veel eigen jongens. Kees zei net al, heel veel jongens ingepast, dat was mijn opdracht. Dennis, je moet het gaan doen met eigen jongens. Nou, dat heb ik getracht zo best mogelijk doen met de staf. Ons staf is al bij elkaar gebleven. We hebben ook wel intern wel eens dingetjes gehad, maar dat is eigenlijk nooit binnen de club beland. We hebben altijd netjes alles met elkaar op kunnen lossen. Het waren wel eens emoties, maar we hebben het altijd kunnen oplossen. En daar ben ik altijd iedereen één dankbaar voor geweest. Dat betekent hoe sterk team we zijn en we altijd bij elkaar gebleven zijn. Ik moet zeggen, ik ga de club echt enorm missen. Ik kom hier 25 augustus kom ik nog terug met Sliedrecht op de open dag. En dan gaan we elkaar zeker nog een keer de hand schudden. Maar wat ik hier heb meegemaakt, dat is met geen pen te beschrijven. Ik zeg het ook uit mijn hart, maar ik ben hier allemaal enorm dankbaar. Want eerst tot 11, nou, ik kan ze allemaal opnoemen. Maar ik ben echt dankbaar dat ik hier trainer mocht zijn. Van een hele mooie vereniging, van mensen waar het hart op de goede plek zit. Dat iedereen met elkaar begaan is. En ik zou het echt enorm gaan missen. Ik wil je daar enorm voor bedanken. En een fles wijn voor jou. En allemaal het beste en succes bij de Voetbalvereniging Sliedrecht.